Allemaal van die leuzen vandaag, want het is slecht weer voor nieuwsgierige mensen in 11, 12, 13. Nou, dat helpt wel gehad, want ik vond deze dag niet zo heel veel aan. De mist die had toch heel veel plekken overhand op wat plaatsen. Er was vooral wat meer noordwesten van de provincie en ook het zuidwesten. Daar kwam de zon er wel wat door. Maar hoe dieper de Achterhoek in, hoe mistiger het werd. En de temperatuur erbij die kwam dan ook niet witter dan 2, 3 graden in de mist. En 6 graden werd het nog een beetje wat de zon er door kwam. Wat wel allemaal hetzelfde was, dat er heel weinig wind was door de hele provincie. De foto die in is gestuurd, of foto's, bent het eigenlijk. Ja, ik zei het al, 11, 12, 13, je kunt het niet meer heen, maar morgen zal het er niet meer over hebben. En ook de slechte zichten die er dan ontstaan door de mist. Wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto at gerritsweerpraat.nl. Vanavond en komende nacht zitten we een beetje met dezelfde euvel. Dan ontsteert er ook weer op uitgebreide schaal mist en nevel. Ja, en daar zitten we morgen ook wel een klein beetje met. Alhoewel, het lijk wel zo dat het in de loop van de dag niet zoveel dichter wordt. Dat het morgen nog wel eens met kon vallen met de mist. En dat de zon op meerdere plaatsen te zien is. De temperatuur erbij die zal dan oplopen naar 5 tot misschien nog 6 graden. Bij een wind die dan ook nog meer zuidelijk is. Vandaag staan we ergens. Ja, waar staan we ergens? Hè? Het is lekker mistig, dus je kunt overal in Nederland staan. Misschien staan we wel in Zuid-Holland, want daar hebben ze ook zulke graven. Maar dat is niet zo. We staan toch in de Liemers dit keer. En op de achtergrond ben ze ook met graven aan het uitdiepen geweest en spul nog een beetje bij elkaar aan het krabben. Maar dat is ook een beetje het enige wat er gedaan wordt deze tijd. Van joh, en misschien dat hier en daar nog wat land omgeploegd wordt. Maar verder, ik zag nog iemand de tuin nog weer winterkloor maken. Maar dan is het ook echt gebeurd, want we gaan allemaal een beetje richting Kerstmis. En richting Kerstmis, ja, dan kom ik altijd de vraag, wat gaat het worden met Kerstmis? Maar daar heb ik het nog niet over, want ik wil het van de week nog eventjes goed maken met op vrijdag toch weer wat zon en ook temperaturen die dan misschien weer iets hoger uitkomen, want s'nachts met de vorst zal niet zo heel veel geven, want de komende nacht en ook de nacht na zit het zo rond het vriespunt. En in het weekend, ja, dan is het s'nachts eventjes weer gebeurd met de vorst, 2 tot 3 graden in de plus en overdag werd het dan weer 7 graden op de zondag. Wel veel bewolking en misschien op de zondag nog weer wat zon, maar dat is even afwachten. Al met al dus een redelijk zachte vooruitzichten ook richting de kerstdagen. En of het een witte kerst werd, ja, daar werd weer natuurlijk met kerstmis, maar daar kan ik de komende tijd misschien nog wel wat meer over vertellen. Goed gaan.